zijn hier voor goud aan het gaan bij de Fit for Free Natuurbaar Rotterdam. Met Leroy. Here we go. Die hele pont staat erin, man. Ja, hallo. Dames en heren. Joël Beukers hier! We breken die tent af vandaag. Wat gaan we vandaag trainen dan? We gaan die chest aan elkaar trekken vandaag. Ja, oh, kut man. Ik had gisteren mijn chest gepakt. Nee joh. Dus, ja, dus we moeten vandaag denk ik even een uurtje spinnen of zo. Ja. Die is gek. Dan kom ik al van nu wel terug. Nee, we gaan die hele chest uit elkaar slaan, uit elkaar trekken, dus dat komt helemaal goed. Hoeveel scoops neem je altijd? Ja, al twee. Nou, dan neem ik er zes. Nee. Ook anderhalf. Leroy die zegt net dat hij 8.500 calorieën per dag zit te eten. In het begin, hè? Voordat ik begon met trainen. Dus hoe ging dat dan? Ja, dat is makkelijk. Ik bedoel, ik ging 's morgens lekker ontbijten bij McDonald's. Jezus. Heb je heerlijke bacon op je broodje en zo, weet je wel. Twee croissantjes erbij, maar dat gaat hard. Ja, dat gaat hard. En om een uur of elf heb je weer honger, dus dan ging ik een kapsalon halen of een tussen pizza. Nee, joh. Ja, zat je echt die shit de hele dag te vreten? En dat om een uur of twee weer. Nee, en om vijf uur heb je weer honger. Ik Big Mac menu halen of zo. S'avonds pizza. Godverdomme. En dan nog wat bier drinken of dingen. Gewoon een krat bier. En dit dagelijks. Ja, dagelijks. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nu tijd om, even serieus, om wat dingen te gaan veranderen. Ja. En toen zag ik, zeg maar, dat hele project hier. Ja, dat ga ik gewoon doen. En iedereen natuurlijk lachen, dat houdt hij nooit vol, omdat ze allemaal wisten hoe ik leefde, zeg maar. Jeetje, man. Gewoon heel ruim. Ja, maar dat wist ik niet eens, dat jij zo ziek bezig was eigenlijk. En toen was het ineens, begon ik hiermee in maart, en toen zat ik denk 1500 calorieën, zoiets, met het voedingsschema. Ja. En toen was ik, zoals ik al zei, 6 weken zo'n goede 15 kilo kwijt. Ja, maar dat is inderdaad heel ziek hoe dat is gegaan, maar... Jij ging van zeg maar 8000 calorieën naar 1500 calorieën. Ja, dat was moeilijk. Hoe voelde dat dan? Ik heb me echt ziek gevoeld de eerste week. Ja? Ja. Ik heb me echt slecht gevoeld. Het is gewoon natuurlijk een soort verslaving, hè? Die McDonald's en maar je weet inderdaad wel. Kijk, ik deed gewoon alles wat ik lekker vond, dat nam ik. Ja. En niet één keer per dag, maar ik gewoon de hele dag door. Ja. Weet je, dan s'avonds een lekker zakje chips en dingen. Holy shit. Ik eet nu nog geen zak chips in de 3 maanden. Ja. Maar als je dat nu eet... En je hebt een halve zak op, dan kun je naar de player kotsen, of niet? Ja, dan hoef ik ook niet meer. Nou, we hebben genoeg geluld. We gaan nu godverdomme die tent aan elkaar trekken! We breken de tent af! Purgewins! Of niet, Leroy? We gaan! Gaat goud, gelukkig. Breek de hele tent af. Zit er wel binnen in, Leroy? Nee, Leroy. We hebben net
hebben we onze Max opgezocht. Die spierfeest is helemaal geactiveerd. Adrenaline, hè? Hoe voel je? Van helemaal een beetje shaken. Helemaal shaken. Dus het idee is dat we nu helemaal geactiveerd zijn. En dus eigenlijk meer reps kunnen per set dan dat we voorheen konden. Ja, maar nu staan we echt aan het trainen ook, hè? Ja. Lekker workoutje. Extreme. Kijk. Alsjeblieft.
Je gaat lekker groeien. Ja, dankjewel. Ja? Top. Leroy, spierbouwpakket van goud. Ja. He? We breken de tent af, we gaan door. Killetje 5 erbij. Doorgaan. Juist. Oké, okay. Nou nog een fotootje.